la 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 la. En we hopen dat die mensen toch al komen om te betalen. Ja, ik heb een hele, hele grote, geen eigen zin. Nee. Ik heb een hele, hele, hele grote bloem gevonden. Weet je dat er beter op gaat raken zien? Ja, een hele, hele grote bloem. Met een hele, hele grote tinkelbel. Hoor. Ah ja, hier. Leukie. 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 Hé, maar dat is echt wel schoenen, hè? Ja, hé. Het is geen nee, maar het is schoenen. Ja, hé. Mai. Vanavond een keer weer komen, om de luchtjes branden in de vleugels. Hé, maar zo schoon dat dat is. Zeg. Ja. Hé, maar dat is schoon. Moet je hem niet even dus? Ja. Kun je niet in auto? Dat gewoon niet in auto, hè? Dat is niet erg. Hé, maar dat is wel mooi, hè? Ja, hé. Mooi. Ja. Het lijkt erop dat het wel druk is. Ja, de rest is weg. Het is druk. Ja, nu wel, hè? Druk, ja. Ik snap het niet. Ik ook niet. Tiger staat toch, hè? Tiger. Je moet eten. Nee, het is precies dat hier dan grote slapers zijn. Ja, dat zou wel kunnen, hè? Ja, misschien wel, hè? Ja. Late slapers. Het lijkt erop. Ja. Het lijkt op late slapers, maar wij zijn vroege slapers. Vroege slapers? Ja, vroege slapers. Dat ik wegga, dat ik thuis ben, dan is dat een ander verhaal. He. Dan ben ik ook een late slaper. En soms geen slaper. dat ik thuis ben, maar dan ben ik soms ook geen slaper, dat klopt. Met alle gevolgen nadien natuurlijk. Ja, he. Ja, maar ja. Ja. Goed. Goed, wij gaan... Richting, wij gaan vliegen naar de eetzone. Ja. Ja. Vliegen precies. Ja, vliegen. Ja, ja, wij gaan vliegen. Wij staan nu aan het restaurant. Nee, we zijn in Main Street. Nee. Nee, je moet de camera naar mij draaien. Want hij is hier druk in Main Street. Wij gaan nu naar het restaurant. Nu. Ja, Jordi. Ja. We zijn in de studio's. Ja. Ik ga shoppen. Ik shop graag. We hebben dat allemaal gezien in andere video's dat je aan het shoppen. Heb je dat al gezien? Ja, ja, ja. Vooral dan zonzin. Toen kom ik graag. Ah, ja, je boek niet mee. Jawel. Ah, toch? Jawel. Het is zon. Ah ja, oké. Ja. Eigenlijk zijn het alle dagen zon voor ons, maar ja. Dan, er zit nog meer zon toen. Ik moet nog een keer naar Disneyland Hotel gaan. Ja, dat gaan we ook doen. Ja. Achter de show. Vandaag, wat? Hier kan verbonden. Versta je niet, hè? Verbond wel hier, hè? Ja, 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 ja. 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 Was het de duur? Zo kan het wel, ik ga geen kopen. Ah ja. Maar ja, misschien moet dat 15 euro vragen. Nee, dat niet. Die heb ik thuis, die heb ik ook. Pyjama. Pyjama. Dat is niet echt iets voor mij. Nee. Voor de meisjes. Dat klopt. Voor de meisjes. Zijn er hier mooie beeldjes? Oh. Ik heb iets moois gezien. Misschien moet ze dat wel uitbrengen. Is dat niet echt zo... Dat is, nee, dat is niet dat. Nee. Ze zullen die bloemen beter uitbrengen. Ja, die bloemen. Ja, ik koop hem. Ik ben de eerste die dat koopt, maar zowel in het groot
En ze hebben daar eigenlijk 80 euro Disney, voor vragen. Hint, hint. Ja, ze hebben nog 80 euro voor vragen, ze eigenlijk nog geven. Maar ja, wel de grote zijn, he, toen, hè. Ja. Dat de grote is van hem komen. Dus dat beeld van Tinkerbell die aan het kasteel stond. Ja, prachtig, hè. He. Heel mooi. Ja. En het groot. Ja. Maar wel een grote zin. Ja. Voor 80 euro. Ja. Dat is de prijs dat ik wel geef. Het is het openaast hoor, hè. Ja. En Jordi, heb je het wel gevonden? Ja, een pen of zo. En ik, die tassen ga ik meedoen. Vind ik hem wel nog mooi, maar niet echt ofzo. Maar niet misschien direct, heb ik meer succes hier in die andere winkel. Ja, dat is mogelijk. Ja. Is er jou één? We gaan dat moeten bekijken. Ja, maar met een bon had. Ja. En we moeten hem, we moeten is een groot woord. We willen hem. We willen hem spenderen. Ja. Moet nu niet, maar wel. Moet wel. Niet, maar wel, wel. Dat is weer iets anders. Aan het zoeken, maar we gaan niet komen voor te komen. Nee, dat hebben we al gedaan. Nee, dat is wel. We hebben dat al gedaan. We hebben al een hint gegeven. Ja, hé. Maar ja, zijn dat nu niet. Nee, nee, nee. Wat is toom als het er toch wel vele maken dat zeker eentje hebben? Hè? Ja. Ze moeten anders dan maar aan de kant leggen. Totdat ik hier kom, maar we nog eens een eentje hebben. Dat is like die grote kassen die ik gekocht gemaakt heb. Die is ook altijd zo rapid verkocht. Ja, ja. Dat is echt zijn smaak. Het is dat, hè? Echt zijn keuze. Maar komt wel. Want ik ga kijken naar de boys. En naar de t-shirt. Als je hier zo'n t-shirt bent, like dat zijn in van de Finland of Green merchandise, dan kun je dat wel kopen en is de bon goed gespendeerd. Nou, dat is wel. Maar ik weet het. Is dat toch? Wat zoek je? Nee, zijn hem niet. Wat zoek je? Die ding die rondrooit. Ding die rondrooit? Ja, dan heb ik het doen. Ik weet niet wat hij bedoelde. Met de nieuwe Star Wars film. BB-8. Die bollen? Ja, BB-8. En die bollen daar bovenop. En Sam hem hier naar voren gekomen is, hè. Dat de grootste leuten mee had. Hoe komt het? Oh, dat is verkocht zin. Jan? Je toch? Ja, dikke pech, hè? Ging dat toen anders komen, hè? Echt hoor. Maar... Ik vond dat mega cool. Dat was niet goedkoop, hè? Nee. 50 euro zeker? Ik weet het niet meer. Maar dat was op afstandsbediening, dat was echt cool. Ja, maar zo'n dan nog in Emporium, hè? Oftewel in het Star Traders, maar ja, daar had je die korting niet. Nee. Misschien was het Express hier niet. Dat zou kunnen. Wel, dat zin. Als er twee fotoboeken nodig hebt, geen enkel probleem. Ja, keuze te over. Ze zijn even uitverkocht geweest, maar zijn ze weer. Ja. Terug beschikbaar van weg geweest. Ja, we hebben dat nog vermeld in de video. Ja, dat zou wel kunnen. Ik weet dat ik weet dat ondertussen niet meer. Dat zou kunnen. En? Niet zeker? Oh, jammer. Ik wou hem niet meedoen de verleden keer. Dat is geen bolle, dat is BB-8. Ja, dat was een beetje duur. Ik weet dat niet goedkoop is, maar ja. Ze hebben hem niet meer. Hier toch niet? Nee. Nee, ik ga geen korting kunnen kopen. Een korting kopen? Een korting moet je krijgen. Disney gaat hier niet kunnen verkopen met de korting. Voilà, hè. Wij hebben nu gevlogen naar Studios Park. Ja. En straks staan wij aan het restaurant. Ja. Ja. Wij gaan daar lekker eten. En eigenlijk hebben we geen honger. Maar ja, we beginnen toch te komen, Bimmy. Is het wel? Ja, het is al zo weer dat deur, hè. Ja, en binnenkort hier een nieuwe show, hè, jullie? Ja, anime. Nee. Dat is gedaan, hè. En toen moesten ze dat plakatje nog vernieuwen. Nou, dat moet nogal veranderd worden, ja. En ze zijn eigenlijk nog maar dus vernieuwd. Ja, dat is pech, hè. Ze zijn eigenlijk niet slim geweest. Oftewel had het blijven animagiek noemen? Nee, het noemt Mickey and the Magician, had dat noemen. Oftewel moet dat verhuizen naar Amerika. Puis nog niet? Zou niet weten waarom? Ik weet niet, ja.
Ah ja, dat plakkaat is nog maar niet. Jo, dat misschien wel. Benieuwd wat ze ermee gaan doen. Ik ook. Op een dat ze dan de hoog of dat logo te vernieuwen. Ja, dat kan. Anders gaan we het weer te vroeg zien allemaal. Ah jo, hé. Ja hoor, en de piek van 95 minuten is bereikt. Voor Crush. Voor Crush, 95 minuten. Ja, ja hé. Ja. Dat is bijna 2 uur. Dat is inderdaad bijna 2 uur hé. En dat is meer dan een uur. Ja, dat alles is, ja. Jordi. En de single rider is ook dicht. We gaan naar de keer aan. Het schijnt dat er nog veel klachten over zijn. Hoe zijn er veel klachten? Ja, het schijnt dat er nog klachten over zijn. Dat er een lange wachtrij staat en de single rider is dicht. Ja, terwijl dat je daar staat, dan er heel veel karretjes. Single rider is inderdaad gesloten. Ja. Terwijl dat hier staat, dat er heel veel vrije plaatsjes zijn. Ja, dat kan. Ja. We passeren er net geen. Maar misschien de volgende wel, maar we kunnen niet even wachten. Nee, mijn deuren. Maar wij moeten gaan eten, anders zijn wij te laat en zijn we ons plaatsje kwijt. Want ondertussen ja, want gereserveerd, doen ze dan maar een kwartiertje bij. Ja, want ondertussen is het wel druk in Disneyland, dus ja. Die autootjes zijn ook mega cool. Ja, echt waar. Ja, maar ja. Maar nu is hier goed. Het is hier letterlijk druk. Buzz. Wat? Ja? Moeten wij ook doen. Moeten? Dat lijkt ook doen. Dat is het wat anders. Oswald wil Ratatouille doen. Oké. Oswald heeft altijd gelijk. Ja. En Buzz had ook altijd gelijk. Dat is ook waar. Alright, everyone. Prepare to enter and play with the toys. Dank u. Was aangenaam. Ja. Buzz had gezegd dat we met speelgoed moeten spelen. Met speelgoed? Wow. Play with the toys, hè. Nou, maar Jordi is al bezig. Ja, ja, hier, dat is ook speelgoed. Ja, hé. Welkom, Oswald. Hey. Hehe. Oswald is arriveerd aan Ratatouille. Ja. En Oswald wil de brillen kunnen opzetten straks en ik heb erin gewoon. Ja! En dan gaat hij zo. Hey! En gaat hij bang zijn. Ja, ja mega ja. Bang. Maar nu moet ik nog een beetje dicht bij mijn busje zijn. Moet ik kijken hoe druk dat is hier bij Ratatouille? Veel te druk. Meestal wel, ja. Super druk. Ja, het ziet er nou uit van wel inderdaad, ja. Mai. Zelfs de single rider is... Druk. Is druk, ja. Ja, he? Het lijkt erop. Single rider... Oswald wil geen ratatouille doen vandaag. Toch niet. Het is te lang wachten. Het valt eigenlijk nog niet, 150 minuten. Dat is een normale wachtrij. Hey, dat is waar, 150 minuten voor op Ratatouille te gaan en 40 minuten voor de single rider is een normale wachtrij. Ja. Ja, waar zijn we? Wij zijn in. Allee, loop maar door. Jeremy. Volledig recht deuren. Dat is de allereerste keer dat ik hier kom. Ja, maar dat weet ik maar. Je komt hier over voor de eerste keer, maar meestal ook voor de laatste keer. Nee, dat is heel wel. Ik ben nog nooit op Pirates geweest. Nog nooit. Dan gaan we straks nee, maar dat al gedaan. Ja. Voor vandaag hebben we dat al gedaan, maar anders hebben we dat nog nooit gedaan. Is this your first time here? No, not the first time. Okay. Please welcome to the best show. We're gonna notice, once we cross this line, we're gonna all shrink and become like Remy. Please welcome. Thank you. Is this your first day in Disney? It's a one-day visit today. Okay. Have you been to the attraction next time? Yeah. Yeah? More than 20 times already. Yeah. I come here, I'm coming every month, so... Cool.
here you go, please. Okay, thank you. Jo, mi chceš ty talun zet, Jordi. Hey. Kom ook eens. Indro. Heb je gekozen? Nee. Is je nog bezig? Ja. Ik eet een chocolade. Wat heb je gedaan? Ik heb me nu besteld van Bram, maar ik eet nog niet gern. Hij is in een salatje aan het eten. Ja, en en de bal was het pakker. Ja, je zou ver en volledig hup. Ja. Maar dat is niet erg, hè? Nee. Maar, ik had een salmtje gebruikt, maar dat was niet echt mogelijk om dat te doen. Dus misschien moet ik wel vragen aan Disneyland dat ze de keuze stellen tussen Fagrois en zalm. Want niet iedereen eet dat gern. Allee, het was eigenlijk één lever, maar ja, goed. Maar niet iedereen eet dat gern. Nee, dat is wel. Ik eet nog niet zo gern. Ik eet een liever zalm. Dus misschien moet je daar wel de keuze stellen. Want het is wel een mooie menu. En een beetje duur. En ik vind dat je toen zo mooi de keuze hebt tussen twee dingen. Want als hoofdgerecht heb je vele keuze. Als dessert ook. Maar niet als voorgerecht. En dat is jammer. Nee, dat is wel. Ja, Jordi, was hier ja. Aan het eten? Stutjes. Stutjes, hij komt over naar Jeremy voor stutjes te eten. Ja. Eat your stutjes. Eat your stutjes. Ik eet de stutjes. Wat doe je? Ja. Oké. Ik breng je de cotfish. Hoe deed dat? De fish voor hem. Wat heb je gekocht hier, Jordi? Patatjes met vleesje en vele groentjes. Ah ja, ga je dat al op eten? Ik ga dat al op eten. Ah, thank you. Lekker, hè? Ja, lekker. Dank je. En ik ga dat eten. Maratatoui. Smaken en mijn VTM. Echt wel. En? En dat is weer lekker. Maar weer zeggen, super, hè, ja. Ja. Mr. Super. En wel de dierste menu noemen, maar dat is wel lekker. Ja. Bijna mijn plekken van de zilver stickholes dat we naar hier gaan komen. Dat is een goede ervaring nu. Ik kom daar rap achter elkaar en we moeten geen 2 uur wachten achter het was. Ideaal. We zien hier zeker nog geen uur binnen. Geen idee, maar het is lekker. Ja, he. Nou, misschien wel een klein minpuntje dan de groentjes iets warmer mogen zien. Maar ja. Allee, smakelijk. Ja, ze zijn een beetje aan de lange kant. Maar dat is niet erg. Je kunt toch je bek niet verbranden. Voilà. Maar dat is een minpuntje, maar ja. Dat is niet zo erg. Mo ben int. Mo ben int is lekker. Ja, Jordi, je zit er binnen. Ja, hey, het is nou al een beetje goed, hè, hier. We zitten het lekker horen, je ziet stellen en dan is dat wel alle tijd en dat goed is. Het zijn niet veel. Ik zit al, iedereen aan het doen en ik zit nog aan het eten. Everything is good. Yeah. Ik ondertussen is het bijna op. Ja, hé. Dat was een mooi gedresseerd plaatje. En we zijn dan lekker aan het opeten. Mm-hmm. En Jordi vindt dat weer super. Ja, en een leuk stukje. Nou, lekker stekje hoor. Stekje? Je zit een uur bezig aan het eten nog. Nee, geen uren. Ja, jawel. Hé, nee. Je zit een uur bezig aan het eten. Een uur nog. Ah ja, zo. Ja. Lekker hoor. Met een stukje brood mee. Ja, hé. Ja. Mine was ook lekker, wat is ook leeg. Wat heb je gekregen, Jordi? Tartata. Dat ken ik niet. Wat is dat? Leg dat een keer uit. Dankjewel. Leg dat een keer uit. Dat is nog een keer een appeltoorte. Ah, oké. Zo zit dat in elkaar. Ja. En waarom is dat een omgekeerde en niet gerecht? Wat is dat? Je moet je appels van onder leggen en van boven je koeken. Je moet laten opbakken en je moet het ontdrooien. Die manier. Zo. En toen heb je dat. Heel lekker. Ja, dat heb ik ook lessen gegeven, hè? Op de video's. Ja. Om een keer vragen onder de mensen die geïnteresseerd zijn. Ja. Cookshow met Jordi. Ja. Dessertjes van het Disney-Noma. Rechtjes van het Disney-Noma. Kunnen we wel een keer proberen. Ja, hé.
Zet het een keer in de pool. Ja. Brechtboom. Ja, dat is hier het woord. Dat van boven ergens. Ja. Ja. Heb je er een choco, een mousse? En Jordi, hoe was die? Lekker. Super, hè? Ja. Lekker, hè? Ja. Lekker. De slagroom was niet verzekerd. Dus voor mensen die een zeker man eten, de slagroom mag je eten. Ja, hè? Ik eet niet dat ongezekerde slagroom. Dus daarom. Maar toch is die op, want iemand anders heeft die opgegeten. Dat was niet ik. Nee, dat was de camera. De camera. De camera heeft ook honger. Ja. Ja, de camera ziet dat allemaal en ik krijg honger. Moeten we dan nu filmen? We zijn aan het wachten om te betalen en we zijn dus aan het verveelen. We hebben al de rekening gehad. Dat is geen enkel probleem. Nee. Maar we moeten nog betalen en voor een verveling tegen te gaan, gaan we een liedje doen. Also, la 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 la. En we hopen dat die mensen toch wel komen om te betalen. Oké, Jordi, ja. Alles oké. Voilà, zijn we zijn juist buiten. Wij zijn net buiten. En hoe was het? Wij hebben lekker gegeten. Was het lekker, Jod? Ja, ik heb geen visje gegeten uit de zee. Maar ik heb een biefstuk gegeten van het koetje. Nou ja. Was lekker, hè? Als voorgerecht heb ik eendenlever gegeten. Een stukje, want ik eet dat niet graag. Dus vraag ik aan deze niveau daar ook een tweede menukeuze te zetten. Zalm. Mm-hmm. Dat zou ideaal super tof zijn. En als dessert en tart dat daar heen, en dat was ook lekker, hè. Wel appeltjes en karamel en alles rug en eraan. Lekker, lekker. Allee, ja. En nu op naar de nieuwe show. Ja, we naar de nieuwe show. En dat in Frontierland. Nooit gezien. Nee, maar dat klopt nu wel, moet ik zeggen. Dat is wel correct, hè. Dat is correct. En dan... Dat gebeurt niet veel, maar dat klopt nu dus wel. Drie dubbel en dikke. Zeker. We hebben dat nog nooit gezien. Nee. Goed. Ja. Here we go. Here we go. Yes. We go to the show. En? Dat is groen. Hoe is je slush? Dat is zoeter dan die blauw. Ja? Nog zoeter. En die was al zoeter. Ja.